Een hele goede morgen nogmaals. Jongens, even serieus. Kijk mijn wimpers. Mijn wimpers zijn zo erg gegroeid. En ik heb afgelopen 2 weken, 3 weken heb ik een paar dames teleurgesteld. Omdat mijn kortingscode van de X-Lash Cosmetics het niet meer deed. Maar ik heb goed nieuws. Want jullie kunnen zowel de X-Lash Serum als de iPads, waar ik zwaar verslaafd aan ben. Ik zweer het je. Of ik zweer bij alles wat me lief is. Of hoe ik het ook mag zeggen. Dit geeft mij zoveel energie in de ochtend. En iedere ochtend als ik wakker word moet ik ze gewoon aanbrengen. Ik ben een soort van verslaafd hieraan. En zoals ik al vaker heb gezegd, ik kijk best wel veel naar van die Amerikaanse reality series. En daar zie ik altijd toch maar vrouwen met eye gel pads, met deze eye gel pads lopen. En dan denk ik altijd van, vroeger dacht ik altijd van, oh my god, sta je niet aan. Waarom moet je met zo'n ding erop lopen of mee naar buiten gaan? Maar dat doe ik dus nu ook. En ik heb deze nu al misschien iets van een half uur erop zitten. Dus ik haal ze ook eraf en ze zijn ook echt warm geworden. Want als je ze in de ochtend uit de koelkast haalt, ze voelen zo lekker aan. Dus mocht je mijn kortingscode willen van X-Lash Serum of de eye gel pads van X-Lash, kijk onder deze video, post ik een link van die website en mijn kortingscode. Want mijn kortingscode doet het weer nogmaals. Ik ben helemaal enthousiast, ik ben helemaal blij. Maar wat heb ik daarachter? Oh ja, mijn haarband. Ik wist niet welk haarband. Ik moest aanbrengen. Vandaag is het donderdag. De kids zijn naar school. Moesten eens gaan trainen. En ik ga naar de zaak toe. Want vandaag ben ik aan het werk op de zaak. En vandaag hebben wij zoveel te bespreken. En ik wil jullie ook even een beetje meenemen in onze bespreking. Even, ik denk dat er wel heel veel dames zijn die het wel leuk vinden om een beetje mee te kijken. Hoe wij zeg maar in de ochtend een meeting hebben. Want ik heb gisteren samen met een collega heel veel punten genoteerd. Waar we vooral komende tijd op willen gaan focussen. En zoals jullie weten, bijna komt de krultang uit. Bijna. En gelijk achter de krultang gaan we ook de stijltang lanceren. Guys, dit is mijn outfit of the day. Ik ga hieronder beige sandalen aantrekken. Vandaag is het warm. Mijn fave bag ever. Even kijken, van Chanel. Mijn mega grote haarband van Fendi. En deze pak heb ik laten maken vorig jaar. Ik wilde hem voor mama uit laten brengen. Maar uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. En ja, ik ben ready. Dus ik ga de deur uit. Ik ga even Hawa en Sophia van het station ophalen in Apeldoorn. Want die zijn vandaag met de trein in plaats van met de auto. Kerstperiode zei ik toch? Ja, dat is kerstperiode. Kerstperiode betekent, ik heb al van het bedrijf een bericht gekregen dat als ik in september geen volgende bestelling geef, ja, dus deze maand nog, dan krijgen we het pas volgend jaar maart. Mooi. Ja, want ze hebben abnormaal druk en ze zegt ook de zendingen voor kerstperiode is gekkenhuis. Dus ik heb kerstperiode nooit meegemaakt. In de zin van met Mika. Nee. Mika niet. Dus ik wil. Dus we moeten uiterlijk. Deze maand moeten wij weten wat wij erbij gaan bestellen. Okay. Maar dat kunnen we. Iets nieuws? Nee. We kunnen bijvoorbeeld. Verpakking nou zo. Gewoon toevoeging van krultangen. Mm-hmm. Niet dat wij na kerstperiode zonder krultangen meer zitten. Nee. Ik wil er alles aan doen. Dat ik niet meer meemaak wat ik afgelopen maanden heb meegemaakt. Dat ik ineens uitverkocht ben en dat we zo'n lange periode helemaal niks hebben. En dat moet echt niet. Nee. Maar ik had het ook niet verwacht. Nee, om heel eerlijk te zijn. En het mooie is, ik heb de krultangen al opnieuw besteld voordat ze überhaupt op waren. Maar uiteindelijk, ja, blijkbaar is dit ook een drukke periode. En corona gebeuren. Het is druk tussen. Ja, het zat er ook tussen waardoor ze minder boten kunnen versturen of minder vliegtuigen kunnen versturen. Dat speelt allemaal mee, snap je? Oké, dus dat is wat ik echt met jullie wilde. Dat is dus heel belangrijk. Even kijken. Nou, wij wilden een VIP-busje, zoals jullie weten. Je hebt misschien gemist. Wij wilden met het uitdelen van de PR-pakketten volgende week of die week daarop. Wilden wij een VIP-busje gaan huren. Mm-hmm. Maar dat kost voor 10 uur 1100 euro. Dat ga ik never doen.
Maar wacht, VIP-busje? Met ja, wij wilden, nee, wij wilden gewoon, je hebt van die Mercedes, van die auto's, ja. Met allemaal van die sterrenhemel. Je hebt dat in Istanbul, die busje die, waar ik vaak in zit. Ja, grote. Ja, dat. En ik dacht, dat is wel leuk, maar ik ga niet 1100 euro betalen aan zo'n VIP, dat vind ik echt onzin. Niet zeg maar dat ik zoiets heb van, ik vind het geen toegevoegde waarde. Het is niet dat mensen daardoor door zo'n sprinterbusje gaan denken, wauw, het is geen Bentley. Als of zeg maar zo'n roze Mika doet, ja, precies. Ja, het is niet zeg maar zoiets groots voor marketing of zo, snap je? Nee. Dus dat vind ik niet waard, dus we moeten even gaan kijken hoe we dat gaan doen. We moeten sowieso nog de PR-pakketten afmaken. Wij hebben Hawa, ik weet niet, leg ik jou zo meteen weer uit, hierna ze hebben al PR-pakketten gemaakt. Ze moeten zo ver af zijn, als de producten binnenkomen, dat we alleen de producten toevoegen, dichtmaken, puntjes op de i zetten en dat we ze kunnen. Sophie heeft al contact gehad met een bedrijf voor bloemen en de cupcakes. Maar ja, zoals jullie weten, bloemen moeten vers zijn, cupcakes moeten vers zijn, die kunnen niet nu al gemaakt worden. Dus dat bedrijf zit wel, zeg maar, soort van te tikken van welke datum, maar ik vind het toch moeilijk om te zeggen welke datum, want zoals jullie weten, 2 september zou mijn vracht binnenkomen. Instafeed, wat we tot nu toe hebben, voor de komende periode, wil ik uitgeprint hebben. Trek je die gelijk door. Nieuwsbrief hebben we af voor de lancering. Moeten wij ook een nieuwsbrief maken als de lancering er al is? Is dat leuk? Oh, maar ik heb juist als net gelanceerd, heb ik een nieuwsbrief. Oh, dan wel eens goed. Ja. Oké. Okay. Dus heb je daar alleen de snelgang op of ook meerdere dingen? Ik heb gisteren deze laarzen van Louis Vuitton verkocht. I'm so happy dat ik iemand anders blij mee kan maken. En ik ga ze ook zo meteen gelijk op de post doen. Ik laat jullie even zien welke laarzen dit zijn. Want ik draag ze heel weinig. En ik vind het gewoon zonde om ze in de kast te houden. Terwijl ik gewoon iemand anders er heel blij mee kan maken. Dat zijn namelijk deze boots. Die kennen jullie vast wel van Louis Vuitton. Maar die heb ik verkocht. Die ga ik zo op de post doen. Plus wij zijn nog bezig met PR-pakketten en zo. Even kijken. We hebben hier Nikita en Sophia die lekker aan het werk zijn. Hi dames. En we hebben hier Hawa. Die ga ik niet helemaal op beeld zetten. Ja, heb je de doos dicht? Oké, top. Nu kan ik het filmen. En we hebben by the way net deze stickers binnengekregen. Ook heel blij mee. Look at this. De kleur is perfect. Echt perfect, perfect. Jongens, ik heb een nieuwe stofzuiger. Deze heb ik een paar dagen geleden aangeschaft. En ik hoop echt dat die goed is. Hij is wel voor alle vloeren. Als het goed is. Yes, all floors. Dus ik ben echt benieuwd. Ik ga hem zo even uitpakken. En dan even kijken. Gewoon wat. Ik heb hier laminaat. Zoals je ziet, best stoffig. Tot nu toe hebben we hier gewoon met een bezem alle stof weggehaald. En er zitten stof dweilen. Maar wat ik wilde zeggen is, zoals jullie zien, dit was onze setting van Mika van de afgelopen video's die we hebben opgenomen. Deze had House of Crafts voor ons gemaakt, ja en nee. En wij willen een nieuw concept bedenken, tenminste de dames. Volgens mij had ik dat al gezegd en ik weet niet eens of ik over de setting wat heb gezegd. Maar als ik dat niet heb gezegd, de dames hebben een superleuk concept bedacht. En ik weet 100% dat jullie dat echt heel leuk gaan vinden. Dus wij willen ook een andere setting, misschien een andere achtergrond. Of misschien zelfs bankjes gaan plaatsen of misschien aan tafel gaan zitten. En we willen echt hele leuke gasten uitnodigen en over een heel ander onderwerp hebben. Maar ik denk vooral dat het een onderwerp is waar heel veel mensen van kunnen leren. Dus we hebben al een paar namen opgeschreven en ik wil ook heel misschien een van jullie uitnodigen, een van mijn volgers. Maar hou mijn video's in de gaten, daar krijgen jullie wel meer over te horen. En hou de Instagram van Namika Amsterdam ook in de gaten. Maar het is echt een super, super leuk concept. Echt heel leuk. Het
Dus ik kan gewoon echt niet wachten. En we gaan even nadenken over wat voor setting we hier willen. We willen wel heel wat anders. Dus niet weer een roze achtergrond. Tenminste niet voor onze nieuwe concept. En we hebben de allerlaatste video voor Never Have I Ever ook al opgenomen. Een hele goede morgen. Vandaag is het zondag 12 september. Vandaag hebben we bruiloft van de zoon van mijn zus. Dus mijn neefje Malik gaat vandaag trouwen. En ik mag mee om het bruid op te halen. En ik was net, het is net 10 uur geweest. Dus best wel vroeg. En ik ben helemaal ready, want ik moet naar België rijden. Ik ga gelijk naar de zaal toe. Want ik, Amina en Karina zijn ook mijn nichtjes. Dat zijn de zussen van Malik. Dus van mijn neefje die vandaag gaat trouwen. Wij gaan de bruid ophalen met een limousine. Ik mag mee. Ik vind het super spannend. En bij ons, het is echt een Tsjetsjeense bruiloft. Want mijn neefje gaat met een Tsjetsjeense meisje trouwen. En ik ga jullie daar even een beetje over vertellen. Bij een Tsjetsjeense bruiloft, wij hebben nooit een hennafeest. Dus wij Tsjetsjenen doen niet aan een hennafeest. Dus bij ons bestaat geen hennafeest. Dus vandaar dat we die ook niet hebben gehad. Ik heb hem by the way zelf ook niet gehad toen ik ging trouwen met Mustafa. En wat wij ook nog hebben is dus dat... de bruidegom is niet aanwezig op de bruiloft. Dus mijn neefje is wel strak in pak en zo, helemaal voorbereid. Maar hij is dan een beetje backstage met zijn vrienden of met andere familieleden en zo. Maar hij mag dus niet gezien worden door de gasten en zo. Dat is bij ons echt gewoon not done. Dus alleen het meisje krijgt de feest. Dus zeg maar, en zijn aanstaande heet Karina. En zijn zusje heet ook Karina, by the way, mijn nichtje. Maar de bruid Karina, zeg maar, die krijgt alleen het feest bij ons. Dat is altijd bij een Tsjetsjeense bruiloft. Dus wij gaan vandaag bruid ophalen, Karina ophalen. En vanuit haar kant gaan echt maar een paar vriendinnen mee. En misschien iemand ook van haar familie. Maar buiten dat om haar moeder, vader. Of altijd bij een bruid, zeg maar, de familie van bruid blijft achter. Dus de ouders van de bruid gaan nooit mee naar de bruiloft. Dus alleen echt het meisje krijgt feest. En daar zijn vandaag komen best wel veel mensen. Dus het wordt wel echt een bruiloft. En we gaan het vandaag ook echt het wordt echt een traditionele bruiloft. Dus er is ook lesginka. Dat is echt onze volksdans. Lesginka. En dus er wordt wel echt muziek gedraaid. Dus we gaan ook wel echt lesginka dansen. Zo, ik weet niet of ik ga dansen. Dat is eigenlijk een beetje hoe een Tsjetsjeense bruiloft eruit ziet. De bruid mag ook niet dansen bij ons. Dus de bruid danst ook niet. Dus het is wel heel anders dan bijvoorbeeld een Nederlandse of een Surinaams of een Marokkaans of een Turkse bruiloft. En voor de mensen die zich afvragen, heb jij dan gemixte bruiloft gehad? Wij hebben wel op mijn bruiloft ook een beetje lesginka gedanst, maar het was wel echt gewoon meer een Turkse bruiloft. En ik vond het wel echt hartstikke leuk. En dus het was wel, mijn bruiloft was wel echt super leuk. We hebben echt gewoon een dag van ons leven gehad. Maar... En ik ben zo excited. En mijn haar en make-up zijn net door Sarah gedaan. En Medna die zit nog in de stoel. Haar make-up wordt gedaan. En Sophia die was voor mij opgemaakt. Die is al weggegaan, want die had nog Koranles vandaag. En ik ga nu richting Antwerpen. Ik weet niet eens waar het precies is, waar die zaal is. Maar ik neem jullie gezellig mee. Ik wilde eigenlijk een aparte video van maken, maar dat ga ik niet doen. En by the way, dit is mijn jurk. Deze heb ik dus laatst in Duitsland gekocht. Zoals jullie weten heb ik een tijdje geleden gedeeld. Omdat wij in Duitsland jurken gingen zoeken. Ik heb nu even deze Yeezys aan. Maar dit zijn de hakken die ik aantrek. En deze hakken trek ik puur aan. Deze zie je toch niet onder mijn jurk. Puur omdat ze gewoon niet hoog zijn. En zijn ook, ze lopen hier doen ze echt niet pijn aan de zijkanten. Dat vind ik gewoon heel erg fijn. En dit is het tasje die ik vandaag als clutch ga meenemen. Van Chanel. En that's it. En de rest komt allemaal later. En ik moet gewoon wat eerder aanwezig zijn. Oké, een hele intro. Maar dan weten jullie een beetje hoe onze bruiloften in elkaar zitten. En ik ga jullie proberen zoveel mogelijk vandaag te laten zien. En straks laat ik jullie ook mijn hele outfit zien. Nou guys, ik ben aangekomen. Sint Goorbrecht of wie dan ook. En ik ben de allereerste persoon die hier aangekomen is. Mijn zus en mijn nichtjes en zo zijn nog thuis. Dus ik ben wel trots op mezelf dat ik zo vroeg ben. En ik zit te denken, zou ik uitstappen of niet uitstappen? En ik moet even vragen van mijn zus of de limo zo gelijk wordt versierd. Nou, tot nu toe ziet het er zo uit, maar iedereen is aan het versieren. Dus we gaan even mee naar binnen, jongens. Ik kan nu nog een beetje normaal filmen en zo. Maar zo ziet mijn jurk eruit. Ik laat jullie hem straks nog helemaal goed zien.
outfit showen. Je ziet er zo mooi uit vandaag. Kijk eens heen. Kijk eens. Draai eens even een rondje. Draai eens een rondje. Well, finally, we gaan vertrekken. We zitten in de limo. Ik ben met Amina. Hi, Carina. En nog twee, nog een nichtje en haar vriendin, maar hun zijn Franstalig. Maar we hebben er super veel zin in. Het ziet er hartstikke leuk uit. Ja. Ja, het is altijd zo lief. Nou, de bruiloft is over. Ik heb even kijken, mijn mama. Ja, ik heb mijn mama even afgezet. Als jullie weten wat voor pijn ik heb aan mijn voeten. Oh my god, dat is gewoon niet normaal. Maar het was echt super gezellig. Heel veel mensen gezien die ik heel lang niet had gezien. En echt super leuke dames ook leren kennen. En ook heel veel dames die zeiden, ja, ik volg je op social media. En ja, dat soort dingen. Dus dat blijft altijd leuk, zeg maar. Dat je van die hele spontane dames leert kennen. Dus dat was een geslaagde dag. Alleen wat ik wel merk is, ik begin echt last van mijn keel te krijgen. Misschien horen jullie zelfs dat mijn stem een beetje weg is. Ik hoop dat ik niet ziek word. Arda en Zeen hebben echt genoten. En Mustafa en mijn schoonfamilie. Ja, iedereen eigenlijk. Dus dat was echt wel leuk. En ja, ik denk ook dat ik deze vlog... Oh ja, vandaag kwam ook naar buiten dat we vanaf 25 september... Dat we volgens mij bioscopen uit eten. Zodat we dan opeens een vaccinatiepas of coronapas of een... hoe noem je dat? Sorry, ik kom niet eens uit mijn woorden. Ik ben zo moe. In ieder geval dat dus. Dat hebben jullie vast wel gelezen. Of een PCR. Dus of negatieve testuitslag van corona, zeg maar. Moet hebben om ergens binnen te komen. En ik had al laatst tegen een vriend van mij gezegd van... Geloof me, dat komt ook in Nederland. Want we hadden het over Frankrijk. Maar ja, dat doen ze gewoon zodat mensen meer gaan vaccineren. Want de vaccinatiecijfers dalen een beetje, denk ik. Dat is wat ik denk. Maar goed, ik ga niet nu om, bijna 1 uur in de nacht hebben over vaccinatie en corona. Maakt me op dit moment eigenlijk helemaal niks uit. En ja, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie een beetje stukje van, ja, Tsjechische cultuur of traditie hebben kunnen zien. En ik had ook heel veel foto's en video's gedeeld op mijn Insta. En ik kreeg zoveel positieve reacties daarop. In de zin van, oh my god, zo leuk jullie dans. Oh my god, dit soort dans hebben ze ook in Azerbeidzjan. Ja, de dans die wij hebben is Lezginka. En Lezginka heb je eigenlijk in best wel veel landen komt dat voor. Alleen in ieder land wordt het een beetje op zijn eigen manier gedanst, zeg maar. En ik merk dat mijn beeld ook af en toe wazig wordt. Dat komt omdat het donker is. Maar voor de rest, het was een geslaagde dag. En nu hou ik echt op met praten. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Dikke kus voor jullie. En ik zie jullie weer bij mijn volgende video. En als je nog niet bent geabonneerd, abonneer op mijn YouTube kanaal. Bye bye.